beukende golven, gestrande schepen en uitrukkende reddingboten. Allemaal te beleven in Den Helder bij het Reddingmuseum. Het Reddingmuseum vertelt het verhaal over de geschiedenis van het Nederlandse reddingwezen op zee. Er is van alles te vinden wat met water en redding te maken heeft. In het museum staan onder andere de motorreddingboot Twente, motorstrandreddingboot Ubbo en roeireddingboot nummer 15. Voor het museum is interactie voor de bezoeker heel erg belangrijk. Aan de hand van computerspellen wordt er gekeken of je een echte redder kan worden. En met de windtunnel ervaart iedereen nu eens goed wat windkracht 10 nu precies inhoudt. Is het slecht weer of hou je niet van water? Dan kun je met onze vaarsimulator toch ervaren hoe het voelt om op een echte reddingboot te staan. Aandacht is er voor Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij KNRM. Redders, bijzondere reddingacties, scheepsrampen, reddingsbrigades, search- en rescue-diensten van de marine en luchtmacht, de kustwacht, veiligheid op het water, scheepscommunicatie, navigatie, het weer, bebakening en divers reddingmaterieel. Het is hier vet gaaf, vooral de windtunnel is heel goed. En je kan gewoon helemaal losgaan, want het is hier gewoon heel leuk. Het blijkt dat er genoeg te zien en te beleven is in het Nationaal Reddingmuseum Doris Rijkers.